gezellig dat je er weer bent. Kijk, wat ik hier in mijn hand heb, is een knoopster. En met dit apparaatje kun je heel gemakkelijk allerlei kleurige koordjes of vriendschapsarmbandjes maken. Kijk, bijvoorbeeld zoals hier. Dit is een koordje wat ik met deze knoopster gemaakt heb. Vooral kinderen vinden dat heel leuk om te doen. En de knoopster wordt ook wel gebruikt op de buitenschoolse opvang. En het is ook een leuke vakantiebezigheid. Of zelfs een activiteit op een verjaardagsfeestje. Dikke pret. Je kunt houten exemplaren kopen. Maar zelfs met een kartonnen exemplaar kun je aan de slag. Gebruik dan wel een beetje dik karton van een stevige kartonnen doos. Dan lukt dat best. Nou, dan zal ik even vertellen hoe je dat dan maakt. Je knipt een cirkel uit van ongeveer 10 centimeter. Mag iets groter, liever niet kleiner. En dan knip je 8 gleuven knip je in die cirkel. Waar is nou een... Zo, kijk. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. En een gat in het midden van je karton. Als je dan wil gaan vlechten, dan moet je 7 draden afknippen van ongeveer 1,5 meter. Die bundel je bij elkaar. Die steek je dan door het gaatje heen. Zo. En dan maak je er een stevige knoop in. Zo. Zo. Nu zou je denken van, ja maar ho, waarom nou 7 draden? Nou, dat heeft te maken met het feit dat je 1 draad, 1 gleuf over moet houden. Dus je doet een draad door de ene gleuf. Maakt niet uit in welke volgorde van de kleuren. Een draad in een andere gleuf. Nog een draad in de volgende gleuf. Zo. En net zo lang ga je dan door totdat je dus 7 kleuren in een gleuf hebt zitten. Hier trek je even wat aan. Je hebt nu 1 gleuf heb je over. Ja? Zal ik het even met de houten knoopster laten zien. Kijk, ik heb hier dus in 7 gleuven heb ik een gekleurd draadje gedaan. Nu hou je de gleuf die over is, die hou je naar je toe. En nu tel je naar links, 1, 2 draden sla je over. Je pakt de derde draad en die doe je in de lege gleuf. Zo. En dan draai je je knoopster totdat je weer die lege gleuf voor je hebt zitten. Je slaat 2 draden over. En deze draad doe je dan in die lege gleuf. En zo ga je door. Je draait hem weer door tot de lege gleuf voor je is. Je slaat 2 draden over. Je pakt de derde draad en die doe je weer in de lege gleuf. En zo ga je door. Het is wel de bedoeling dat je dus wel al door dezelfde kant op blijft draaien. Want anders krijg je geen mooie vlecht. Kijk, en als je dat dan doet... Kijk, dan krijg je dus zo'n aardig vlechtje. Dit was het eigenlijk helemaal. Heel makkelijk, heel simpel en heel leuk om te doen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.